Hoi, ik ben Jalmar en ik ben hier in Rotterdam. Want zoals je waarschijnlijk wel weet, heeft Ernest van der Kwast vorige week tijdens het Jalbal de Dierenartsen Literatuurprijs gewonnen voor een Nederlandstalig boek. Helaas kon hij er zelf niet bij zijn, want zijn nieuwe boek kwam toen uit. Maar hij is vandaag in Rotterdam om de Dierenartsen Literatuurprijs te ontvangen. Helaas kon hij er niet bij zijn, want de beste reden ever hadden een boekpresentatie in het museum Rotterdam van zijn nieuwe boek. Ernest, mag ik de prijs aan je overhandigen? Heb je verkering? Ja. Met wie? Elodie. Elodie? Oh, ik was vroeger ook verliefd op een Elodie. Heeft ze rood haar? Nee. En hoe lang hebben jullie al een relatie? Bijna 2 jaar. Maar ik zeg tegen mijn kinderen onder de 30 geen vaste relaties, je moet van het leven genieten. Heb je verkering? Ja. Hoe lang? Meer dan 1 jaar. Heet ze Elodie? Was het maar. Nee, Renske. Hoe heet deze stijlfiguur? Als je het niet weet, moet je zwemmen. Dan moet je, gaan we allemaal nu gaan we naar de kade, moet jij erin springen. Nee. Ben jij bang voor mij? Wil jij naast mij staan even? 10 euro. Slet. Dus je hebt mijn MAVO ergens. En dan kwamen absoluut helemaal geen vragen. Toen ben ik gewoon 2,50 euro per vraag gaan bieden. Maar ik heb wel gezegd dat als de vraag dom of niet goed is, dan krijg ik 2,50. Maar ik ben wel de mist ingegaan. Ik moet nu 75 euro betalen aan mijn leerling. Wie boeken leest, op jonge leeftijd al, heeft later kans op een goede baan, een betere baan dan mensen die niet lezen. Een leuke partner, dus een lekker wijf. En een heel goed seksleven. Wie leest er niet? Wie leest er weinig? Kunnen we niet, omdat we nu, kunnen we niet een reclamefilmpje opnemen van ik lees de boeken van Ernest van der Kwast omdat ik later een goed seksleven wil hebben. Kun je dat inspreken? Krijg je 15 euro. Ik was gewaarschuwd voor het niveau, maar dit had ik echt niet verwacht. Hoe heet jij? Jij zit op het gymnasium en jij vraagt een schrijver, kun je een liedje zingen? Ja, maar en dus gaan wij en dan kun jij een boek winnen als jouw liedje beter is dan mijn liedje. Wil jij beginnen? Ik begin. Op een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte, stonden 7 wagentjes netjes op een rij. Zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen, huilend, huilend, de hele dag alleen. Ja, en dan is het gewoon klaar, weet je. Dat is een heel kort liedje, de remix is het. Wie heeft het gewonnen? Even stemmen, stemmen voor mij. Stemmen voor dit meisje. Dit is wel heel dictatoriaal, Poetin-achtige stemwijze. Ik zou het wel leuk zijn als jullie school de eerste school is die boze brieven. Dat jullie je ouders boze brieven laten schrijven naar de CPMB. Die winnaar van de Jongeren Literatuurprijs willen we nooit meer. De vraag was, kun je een korte samenvatting geven van dit boek? Dit boek gaat over 3 dingen. IJs, poëzie en seks. Wat is jouw hobby? Seks? Nee. Ben je nog maagd? Wie is er wel maagd? Nee. Even een fotootje maken, zeg dat even. Wie is er maagd? Even op de stoel staan. Zo hoog zitten. Word serieus, dit is even voor de camera. Dit is 6 gymnasium. En de vraag is dus aan de schrijver, wat is je favoriete kleur? En ook nog, ik moet het ook nog gaan argumenteren, waarom? Lieverd, als je 35 jaar oud bent, heb je geen lievelingskleur meer. Je hebt ook geen lievelingsdier meer.
Mijn droom is altijd, maar je goed luisteren, mijn droom is altijd geweest om een boek van Ernest van der Kwast te lezen. Dan filmt hij door, dan geef ik je die check als betaling. Ja? Mijn droom is om dit boek te lezen. Alsjeblieft. Ja, oké. Zo, zat erop. Hey, hoe vond je het gaan hier? Volgens mij ging het wel goed. Leerlingen waren wel een beetje bang van me, volgens mij. Maar nee. Ze waren een beetje timide, een beetje schuchter. Maar op een gegeven moment kwam dat ook wel los. Van. Je moet ook niet de hele tijd verwacht dat ze de hele tijd vragen stellen. Ze willen ook gewoon loskomen. Een beetje luisteren. En je moet een stukje voorlezen. Gewoon hen wat vragen stellen. Ze gingen pas los toen ik ze vroeg van wie van jullie is er nog maar. Heb je wel een boek gelezen ooit in je leven? Ja, zeker. Heel veel boeken. Okay, maar ik heb nog geen boek voor jou gelezen. Dus ik vroeg me eigenlijk af, wat moet ik dan voor jou lezen? Ik zou beginnen met Mama Tandoori, denk ik toch. Dat is een boek ook dat door veel scholieren wordt gelezen. Omdat het gaat over moeder-zoon relatie. Nou, die hebben de meeste scholieren ook wel. En ook wel eigenlijk om los te proberen te komen van je eigen familie. Of van de verwachtingen die je hebt. En om je eigen weg te kiezen en je wil door te drukken misschien ook wel. Waarom denk je dat literatuur zo belangrijk is? Waarom ik dat denk? Ja. Want dat is het. Nou ja, misschien vind je het helemaal niet belangrijk, maar nee, ik ben benieuwd. Ik vind het heel leuk om op scholen te komen. Ik doe nu een week lang, dus 7 dagen, 2 scholen per dag, dat je daar voorleest, met leerlingen praat over boeken, over literatuur, over taal ook vooral. Zonder dat ik ze zeg, jullie moeten een boek lezen. Maar eigenlijk door met hen in gesprek te gaan, krijgen ze ook een beetje een beeld van wat het is om schrijver te zijn. Wat het is om een boek te lezen. Want ze vragen mij ook wat mijn voorkeur heeft, welke boeken ik graag lees. En je hoopt ze eigenlijk daar een beetje mee te inspireren. Want anders krijgen ze alleen maar te horen van hun moeder, dat ze moeten lezen. Ja. En dat ze het van hun docent, waar ook niet altijd een even goede relatie mee is. Dat ze het van hen krijgt te horen. Dus het is ook wel leuk om dat verhaal van te schrijven. Dat was Ernest de lezing hier in Rotterdam. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om naar te kijken. Vergeet niet te abonneren om meer video's te zien over literatuur. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!